make some noise for Marietje Schaken! Fit uit, zeker na die yoga. En het is een lekker weertje, dus jullie zoeken het daar in de schaduw ook. Maar volgens mij kunnen jullie me goed horen. Top. Nou, te lekker weer kan het niet echt zijn voor Lowlands. En volgens mij wordt het echt een fantastisch weekend. Het enige probleempje waar ik mensen af en toe nog over hoorde klagen gisteren is geen bereik op je mobiele telefoon. Lastig afspreken, geen foto's uploaden op Facebook. Heel aan relaxed natuurlijk. Want we zijn er eigenlijk aan gewend dat je 24 uur per dag verbonden bent met elkaar. En dat is heel handig, cool, leuk om elkaar op de hoogte te houden. Maar die verbondenheid en 24 uur per dag op internet kunnen, biedt ook enorme kansen om mensenrechten te verbeteren. Ik geloof in een wereld waarin mensen verbonden zijn. En ik denk dat dat een betere wereld is dan waarin dat niet zo is. Maar door mijn werk in het Europees Parlement en door mijn reizen door Noord-Afrika en het Midden-Oosten en mijn gesprekken met mensen daar, ben ik het meer gaan zien als alleen maar iets leuks of iets handigs. Maar het kan soms echt een kwestie van leven en dood zijn. Internettoegang is steeds meer een voorwaarde voor mensenrechten als vrije meningsuiting, toegang tot informatie en persvrijheid. In 1982 werden er in Syrië 10.000 mensen vermoord door bombardementen. En het duurde weken voordat het nieuws over al deze moorden de wereld überhaupt bereikte. En inmiddels, als we vandaag de dag kijken, zijn er sinds het afgelopen anderhalf jaar al meer dan 100.000 filmpjes van het geweld wat in Syrië plaatsvindt geüpload op YouTube. Maar internet kan ook helpen bij het doorbreken van taboes. Het geven van seksuele voorlichting of het informeren van vrouwen over hun rechten. Ook in landen waar het onderwijs en de media dat gewoonlijk niet zouden toestaan, omdat men niet wil dat die mensen deze informatie hebben. Boeren in ontwikkelingslanden kunnen per sms erachter komen op welke markt 4 uur naar het oosten of 3 uur naar het westen er wel vraag is voor hun kleine oogst, zodat ze veel effectiever hun bedrijfje kunnen runnen. Individuen hebben door het internet veel meer macht gekregen. Veel meer macht als het gaat om toegang tot informatie. En die macht loopt eigenlijk weg bij de traditionele monopolies van de politiek en de media. En als liberaal kan je daar natuurlijk alleen maar heel erg blij mee zijn. Maar er zijn ook mensen die daar niet blij mee zijn. Namelijk de regimes en de regeringen van landen die de controle over hun bevolking, over hun macht, over hun informatie helemaal in eigen hand willen houden. Het afgelopen jaar ben ik ongeveer 4 keer in Egypte geweest. En als ik daar met activisten spreek over hun ervaringen toen het internet en mobiele telefoonverkeer helemaal werd uitgeschakeld in de hoogtepuntdagen van de opstanden, dan beschrijven zij een enorme angst die ze ervoeren. Ze konden geen mensenrechten schendingen meer documenteren op straat. Journalisten konden geen artikelen naar hun redactie sturen. Het was onmogelijk om een ambulance te bellen voor gewonde mensen. Het was de bedoeling van het Mubarak-regime om met het uitzetten van het internet en het mobiele verkeer mensen weer onder controle te krijgen, het moeilijker te maken om demonstraties te organiseren. Uiteindelijk duurde deze blackout ongeveer 2 dagen, maar dat wisten mensen toen ze er middenin zaten niet. En die angst is heel diep gegaan. Na de val van het Mubarak-regime is er een rechtszaak geweest tegen de 2 ministers die hiervoor verantwoordelijk waren. En ze hebben een boete gekregen van 200 miljoen Egyptische ponden en een gevangenisstraf. Het is natuurlijk heel goed dat mensen zijn afgerekend op deze beslissingen, maar het ging vooral om de economische schade en de mensenrechtenkant van het verhaal ontbrak volledig, hoewel die helaas niet in Egyptische ponden is uit te drukken. Wie ook buiten schot bleven waren de bedrijven die hierin een belangrijke rol speelden. Vodafone, kennen jullie vast, is het grootste Europese telecombedrijf in Groot-Brittannië gevestigd. En het had een meerderheidsaandeel in Vodafone Egypt. En ja, zij zijn ingegaan op de orders die ze kregen van het Mubarak-regime. En als ik dat zo hoor, denk ik, had het nou anders kunnen lopen als Vodafone politieke steun vanuit de EU had gekregen om gewoon nee te zeggen bij het bevel om het internet en mobiele verkeer uit te schakelen. Wat Vodafone nog wel deed, was het doorsturen van sms'jes die propagandaberichten aan de bevolking stuurden.
En daarmee werden ze eigenlijk een soort staatsmedia. Het is niet alleen in Egypte slecht gesteld met internetvrijheid, of er zijn niet daar alleen problemen geweest. In Iran wordt momenteel een halal internet gebouwd, wat helemaal gekuist moet zijn volgens de censuur en de controle van het islamitische regime. En wie in China Tiananmen Square in een zoekmachine intoetst, krijgt nul resultaten. Het censureren, het inbreken in mensen hun e-mail en social media accounts en het opsporen van mensen via signalen uit hun mobiele telefoons kunnen deze regimes bijna niet alleen. Helaas wordt de technologie, maar ook wel de kennis die nodig is om dit soort onderdrukking mogelijk te maken, vaak geleverd door Europese en Amerikaanse bedrijven. En het is wat mij betreft onvoorstelbaar dat dat kan. Als je aan Europa denkt, hoor je vaak mensen klagen over de overdreven regelzucht. Veel bureaucratie, zelfs regels over hoe lang of hoe recht een komkommer of een banaan moeten zijn. Nou, dat is natuurlijk irritant, maar er zijn ook wel eens zinnige regels die ervoor zorgen dat je geen giftig water drinkt of dat er geen batterij ontploft terwijl je net aan het zappen bent voor de televisie. En het is eigenlijk onvoorstelbaar voor mij om te zien dat er geen regels zijn die deze digitale wapenhandel, het verhandelen van technologische systemen naar regimes die daarmee hun mensen onderdrukken, tegengaan. In het Europees Parlement heb ik daar vanuit D66 heel hard aan getrokken om dat te veranderen. En inmiddels zijn er ook sancties op de export voor technologie naar Syrië en Iran. Maar die zijn tijdelijk en het is tijd voor een systematisch systeem wat voor de hele Europese Unie werkt en transparantie en verantwoordelijkheid afdwingt bij Europese bedrijven. We hebben het dan niet over bedrijven zoals Vodafone, maar over bedrijven van wie we de namen niet eens kennen. Die samenkomen op beurzen waar regeringen, politie, justitie en veiligheidsdiensten van allerlei landen shoppen. En zo kan het ook dat er landen zijn die eigenlijk nog nauwelijks bestaan. Denk aan Zuid-Soedan of landen als Ethiopië waar heel weinig informatie-infrastructuur is, maar waar al wel een volledig net van controle en monitoring om het hele land heen ligt, nog voordat de eerste blogger een letter heeft kunnen tikken. Ik vind dat de Europese Unie wereldleider moet zijn als het gaat om het beschermen van de digitale vrijheden van mensen in de hele wereld. Dat sluit aan bij onze waarden, maar ook bij onze belangen. En we kunnen dat alleen maar doen als we zelf geloofwaardig zijn. En Andrew noemde het al eventjes, ook in Europa zijn er vaak gevaren voor internetvrijheid. Zo hebben we na heel veel moeite en met dank aan vast ook een heleboel van jullie hulp het ACTA-verdrag van tafel kunnen stemmen. En daar zijn we heel erg blij mee. Maar afgelopen jaar zagen we een heleboel zorgwekkende ontwikkelingen. Ik noem maar één. In Groot-Brittannië braken er rellen uit. En de regering van Cameron dacht meteen dat het een goede oplossing was om dan maar instant messaging te gaan verbieden. Dus ook in Europa zijn we nog niet klaar met het beschermen van digitale vrijheden. Maar dat moeten we wel gaan doen, want wat wij doen in Europa heeft enorme impact elders in de wereld. En op dit moment laten we de macht op het internet eigenlijk heel erg over aan Amerika. Amerika heeft een heleboel technologiebedrijven. Jullie hebben vast voor een groot deel Facebook, Google, Twitter accounts. En daarmee liggen de rechten die je hebt voor het gebruik van deze diensten in de Verenigde Staten. Dat gaat eigenlijk in tegen de primaire verantwoordelijkheid van regeringen en van de hele EU, namelijk om de burgerrechten van Europeanen te beschermen. En de enige manier om dit te veranderen is om het op het hoogste niveau politiek aan te kaarten en ervoor te zorgen dat de EU een onafhankelijke rol gaat spelen. Want we denken anders over de oorlog tegen terrorisme, we denken anders over privacy. En daarom is het nou juist zo goed dat Europa wereldleider zou worden als het gaat om digitale vrijheid. Maar daar is wel verandering voor nodig. Meer investeren in innovatie en research and development. En ook heel belangrijk, we moeten uit onze naar binnen gekeerde perspectieven komen. We moeten weer gaan zien dat de rest van de wereld ertoe doet. En dat het voor Europa heel erg belangrijk is dat we niet alleen maar met de crisis bezig zijn, maar ook investeren in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, waar historische veranderingen plaatsvinden, waar een bevolking van een gemiddelde leeftijd van 24 jaar
opgroeit en naar Europa kijkt voor hun bescherming van hun rechten en hun vrijheden. En we kunnen die mensen niet aan hun eigen lot overlaten. China bijvoorbeeld is zwaar aan het investeren in Afrika. Niet alleen in energiebedrijven, maar ook in technologie- en mediabedrijven. Hillary Clinton zei vorig jaar, er is een informatieoorlog gaande en we verliezen die oorlog. Je vraagt je misschien af, na al deze ook zeer problematische ontwikkelingen als het gaat om digitale vrijheid, onderdrukken van mensen, inbreken in hun e-mailaccounts, het opsporen en gevangen zetten van mensen. Hoe kan het dat je nog steeds gelooft in de voordelen van een wereld waarin mensen met elkaar en met informatie verbonden zijn? En eigenlijk geven juist die onderdrukkende regimes het antwoord. Het feit dat zij zo gefocust zijn op het vechten tegen de vrijheid van het individu die mogelijk wordt gemaakt doordat ze op internet kunnen surfen, met elkaar in contact kunnen komen, demonstraties kunnen organiseren, informatie kunnen vinden, soms met behulp van geeks en hackers en mensenrechtenorganisaties ondanks censuur toch veilig online kunnen zijn. Juist hun ambitie om technologie in te zetten om mensen te onderdrukken geeft aan wat voor enorme potentie en kracht eruit gaat van mensen die verbonden zijn met een open en vrij internet. En ik hoop dat er met behulp van de leiding van de EU op het gebied van digitale vrijheid een dag aanbreekt waarop de jonge generatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zich alleen nog maar zorgen hoeft te maken over of ze wel bereik hebben op een festival. Wij geven een minuutje.